Beste kijker, het is weer tijd voor uw eigen programma SZF Magazine. Dit programma wordt u aangeboden door uw trouwe zorgpartner, de Stichting Staatsziekenfonds. In deze aflevering praten wij over bekendmaking, aanpassing premie tandartsenverzekering, procedure bij zwangerschap van een kind, verplichtverzekerde, tips bij erge hitte of felle zon, Wereldborstvoedingsweek 1 tot en met 7 augustus en SZF Fitness Workout. Wij wensen u veel kijkplezier toe. Uw aandacht voor de volgende bekendmaking. De Stichting Staatsziekenfonds is vanwege de stijgende zorgkosten genoodzaakt haar premie voor de aanvullende tandartsverzekering per 1 augustus 2023 aan te passen. Pakket B is van SRD 138 naar SRD 300 per maand en dat is per jaar 3600 SRD. Eenmaal controle, eenmaal tandsteen verwijderen, eenmaal röntgenfoto, driemaal vullingen en tweemaal extracties eenvoudig of gecompliceerd. Pakket C is van SRD 115 naar SRD 250 per maand en dat is per jaar 3000 SRD. Eenmaal controle, eenmaal tandsteen verwijderen, tweemaal vullingen en tweemaal extracties eenvoudig. Let wel, dit bedrag moet wel in één keer voor 12 maanden worden betaald. Wilt u weten bij welke tandarts u terecht kunt? Op de website van Stichting Staatsziekenfonds is er een lijst waarbij u zelf de keus kunt maken. Wanneer mag u van arts verwisselen? Om van huisarts te kunnen wisselen moet u minimaal 6 maanden staan ingeschreven bij een huisarts. De uitzonderingen hierop zijn de volgende situaties. Bij verhuizing van een verzekerde, let wel, een verhuisbiljet moet aangetoond worden. Bij verhuizing van de huisarts. Bij beëindiging van de overeenkomst tussen het SZF en de huisarts, bijvoorbeeld bij overlijden van de arts. Bij detachering van de verzekerde, bewijs daartoe overleggen. En bij verstoorde relatie tussen patiënten en dokter. Het kan gebeuren dat een huisarts een bepaalde reden heeft om uw verzoek tot inschrijving niet te honoreren of om u niet meer als een bij hem of haar ingeschrevene te handhaven. Het SZF zal hierover met u in overleg treden. Wat zal u als verplichtverzekerde moeten doen indien uw dochter die medeverzekerd is, zwanger is? In zo'n geval moet de hoofdverzekerde zich aanmelden bij de Stichting Staatsziekenfonds met een verklaring van een arts. Op deze verklaring moet de vermoedelijke datum van bevalling worden aangegeven. De geldigheidsduur van de SZF-kaart van uw zwangere dochter wordt dan aangepast tot 1 maand na de vermoedelijke bevallingsdatum. Na de bevalling zal de nieuwe moeder voor zichzelf en haar pasgeboren kind een eigen verzekering dienen aan te vragen. Het is dus erg belangrijk dat u als hoofdverzekerde hier op tijd werk van maakt om zo onnodig ongerief te voorkomen. Wij zitten nu in de grote droge tijd en dat betekent felle zon en erge hitte. Het enige dat we hieraan kunnen doen is onszelf beschermen. En hoe doe je dat? Door beschermende kleding te dragen. Maar het belangrijkste is voldoende te drinken. Zo kan je uitdroging voorkomen. Let er wel op dat je schoon water drinkt. Water heeft vele voordelen zoals het lest je dorst en het voert afvalstoffen uit het lichaam.
Het wordt steeds gezegd dat ons lichaam voor 70% uit water bestaat. Doordat wij plassen en zweten, neemt het vochtgehalte in ons lichaam af. Daarom moeten wij dit steeds aanvullen. Doen we dat niet, dan is de kans groot dat het lichaam zal uitdrogen. Vooral kinderen en ouderen moeten het liefst genoeg water drinken. Maak er dus een gewoonte van om voldoende schoon water te drinken, minstens 2 liter verspreid over de hele dag. Is het tijd om uw SZF-premie te betalen? Maak dan gebruik van onze SZF-online diensten. Bezoek de SZF-website www.sztf.sr. Kies jouw bankinstelling en maak het premiebedrag over. Vervolgens stuurt u uw betalingsbewijs naar een van onze WhatsApp-nummers. Geef in het bericht ook aan op welk telefoonnummer u de SZF-kaart wenst te ontvangen. SZF online diensten. Op afstand, maar toch dichtbij. Een gezond SZF. Dat kan. Van 1 tot en met 7 augustus is het Wereld Borstvoeding Week. Tijdens deze week zal er aandacht worden gevraagd voor borstvoeding en werkgelegenheid. Het zal de impact van betaald verlof, ondersteuning op de werkplek en opkomende opvoedingsnormen op borstvoeding laten zien door de lens van de ouders zelf. Doelgroepen waaronder overheden, beleidsmakers, werkplekken, gemeenschappen en ouders zullen worden betrokken om een cruciale rol te spelen bij het versterken van gezinnen en het instand houden van borstvoedingsvriendelijke omgevingen in het post-pandemische werkleven. Jugosontu, na oltu, mi verantwoordu. Uw veiligheid na auto mi verantwoordu. Uw gezondheid en uw veiligheid na unu verantwoordu. Tap afstand vanuit uw osso of rokopresi, u kan zet uw tori nanga SZF online diensten. U naf kong na SZF kantoor of verleng uw karta. Zet uw ontheffing of schrijf u in. U kan bel of send wan boskopu via Facebook, e-mail, noso WhatsApp, SZF of Settingu. U kan bel tapa telefoonnummer 134 voor Aximoro Info, abra de SZF online diensten. SZF online diensten, give me nanga you. Een gezond SZF, dat kan. Uw gezondheid is uw prioriteit. Gezond eten en dagelijks een half uur bewegen houdt u fit. En hoe prettig is het niet als je voor het bewegen niet uit huis hoeft te gaan. Doet u sportief mee? Goedendag allemaal. We zijn dus weer in de gym. En we gaan vandaag, vorige week hebben we leg press gedaan. Vandaag doen we leg extension. Yes? Let op je houding. Kijk, ga zitten. Rechte rug. Hier. De zitting gesteld. Je stelt het. En leg extension is hier. Tenen gaan in een V. En 90 graden stappen. En op. En 90 graden. Natuurlijk gaat het met gewicht. Dus u doet precies hoe zwaar u wil. Ziet u, we zijn al op 3. Kijk daar. Tenen strekken. 90 graden. Ziet u? Let u erop. En dit is ook een beenoefening voor je bovenbeen. Ready? Kijk daar.
strekken, nog 4. 3, let op je ademhaling. 2 en 1. Goed zo. Bye bye. Houdt u de wachtdienst van dit weekend in de gaten. Dit doet u via het servicenummer 148, onze website, Facebook en Instagram pagina's en onze mobiele applicatie SZF Connect. De wachtdienst, een public service van uw trouwe zorgpartner, het SZF. Voor meer informatie kunt u contact maken via het nummer 134. Dit was SZF Magazine voor deze week. Wij bedanken u voor uw aandacht en zeggen graag tot de volgende week voor een nieuwe aflevering, u aangeboden door uw trouwe zorgpartner, de Stichting Staatsziekenfonds. Gezond SZF. Dat kan.